hallo, welkom bij vlog 14. Deze week een beetje een tussenvlog. Ik heb niet echt een inhoudelijk verhaal. Ik ben lekker aan het hardlopen geweest. Ik ben hier op mijn favoriete landgoed Broekhuizen. Ik heb 14 kilometer erop zitten in de stralende zon. Min 1 graden, dus een mutsje op. Ziet er een beetje belachelijk uit. Het is deze week 100 dagen dat we aan het vloggen zijn. En ik ben gewoon even de balans op aan het maken. En aan het genieten van het plezier om jou te ontmoeten. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste vraag van deze week in vlog 14. Hallo, ik ben Gerrit. Wie ben jij? Want ik kan me nog goed herinneren dat ik begon met 10 subscribers. En toen werd het 30, 40. Inmiddels zie ik een getal van boven de 80 op dit YouTube-kanaal staan. En ik ben heel benieuwd, wie ben jij eigenlijk? Want ik zie dat niet, hè. Ik zie dat getalletje wel oplopen. Maar ik krijg maar van een paar mensen een notificatie dat zij zich geabonneerd hebben op dit kanaal. Dus wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat heb jij met triathlon of met de Marathon van Rotterdam? En bovendien, waarom vind je het leuk om deze vlogjes te bekijken? Dat zou ik heel erg tof vinden als je me dat laat weten in de comments hieronder. Zodat we er ook iets meer van een interactief gevoel met elkaar van maken. Volgende week, vlog 15, hou die in de gaten. Want die wordt heel bijzonder. Ik heb zowaar een berichtje gekregen van Koen de Jong, een van de twee auteurs van het sportrustenprogramma, het trainingsprogramma wat ik volg op weg naar de Rotterdam Marathon. En over die Rotterdam Marathon gesproken. Ik had deze week op het 100 dagen sportrustenprogramma een 10 kilometer voluit staan. Dat is een soort eikmoment. Een moment om even 10 kilometer op je allerhardste rennen. Dat deed ik bij de Leeste Cross afgelopen zondag. Prachtig, op de Veluwe in de natuur. Maar er gingen twee dingen wel een beetje mis. Ik had eigenlijk gehoopt op eindelijk eens een vlak parcours. Dat ik gewoon even lekker die tijd kon neerzetten in plaats van al die heuvels waar ik de hele tijd tegenop loop. Daar heb ik me flink in vergist. Dit ding had bij elkaar zo'n 177 hoogtemeters op en neer, op en neer. En wat ik ook had, het waren twee rondjes van 5 kilometer. Nou, die eerste ronde van 5 kilometer voluit, dat ging prima. Ik zette een tijd van 22,5 neer op een parcours wat zelfs 5,1 was. Dus dat was lekker. En na 4,21 gemiddeld zelfs. En toen moest ik die tweede ronde in. En mentaal merkte ik dat het lastig was om nog een keer dat rondje te lopen. En ik kakte helemaal in, jongen. Toen dacht ik onderweg, Rotterdam Marathon, flikker toch op, zeg. Dat komt toch veel te snel. Ik ben überhaupt nog geen jaar aan het hardlopen. Ik bedoel, een jaar geleden was ik een koud potato. Wat denk ik wel niet. Daarnaast enorm gedoe met die reis naar Azië die daar 3 weken van tevoren zit. Ik kom zaterdagavond om 9:30 aan op Schiphol. En ik heb in de Facebookgroep deelnemers Rotterdam Marathon. Leuk, als jij naar de Rotterdam Marathon gaat, ben je daar waarschijnlijk al lid van. Meer dan 4.500 mensen die elkaar tips en tricks geven. Dus ik dacht, nou, ik zal eens vragen, hoe ziet die ochtend er eigenlijk uit? Wat moet ik allemaal nog doen? Want ik kom dus om 10 uur op Schiphol aan. Dan moet ik nog naar huis. Moet ik mijn spullen pakken, wassen. En dan moet ik naar Rotterdam. Ontdek ik bijvoorbeeld dat je je startnummer niet toegezonden krijgt. Dus dat je die moet gaan halen nog. Ja, wat moet er nog meer doen? Nou, heel veel waardevolle tips gekregen. En inmiddels ben ik daar wel een beetje uit. Maar goed, enorme twijfel over die Marathon van Rotterdam. Ik hou je op de hoogte. Het lopen gaat in ieder geval lekker. De griep is wel een beetje uit het lijf. En ik ben dus heel benieuwd om te horen wie jij bent. Ik zie graag je reactie hieronder. Als ik daar trouwens wat laat op reageer, dat kan. Want ik ben donderdag de hele dag live op Event Summit. De beurs van iedereen in Nederland die iets te maken heeft met evenementen en beurzen en congressen. En daarna ga ik 3 dagen op Meeting Design Camp. Waarin ik volledig offline ben. Dus ik reageer waarschijnlijk pas zondag weer. Leuk dat je kijkt. Tot volgende week. Ga ik hardlopen met Koen de Jong van het Sportrustenprogramma. Doei!